Yes, leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik weer 5 verschillende oefeningen. En deze keer voor de borstspieren. Geen bankdrukken, want daar heb ik laatst een aparte video van gemaakt. Maar wel de incline bench press. En daar gaan we mee beginnen. Dus knal vast op de like en let's go. Schuin bankdrukken. Deze oefening lijkt natuurlijk op het normale bankdrukken. Maar toch moet je ergens rekening mee houden. En dat is waar de stang heen gaat. Want bij de normale bankdruk ga je meestal naar de onderkant van je borst. En hier zak je iets hoger op je borst. En je gebruikt natuurlijk wat meer schouder en je bovenborst. Wat echt een mooie spier is. Iets wat heel vaak fout gaat is toch wel dat mensen hem niet goed instellen. Waardoor ze al hun schouders heel erg moeten gebruiken om eruit te tillen. Waardoor ze niet meer strak in de bench liggen. Want je wilt natuurlijk die schouders naar achter, borst naar voren, schouderbladen knijpen. Dus bij mij is hij wel goed ingesteld, let maar op. Zonder dat ik mijn schouders naar voren gooi, rol ik hem er gewoon uit. Heel chill. Let goed op waar ik de stang heen zak. Hier. Mijn ellebogen zitten onder de stang. En wanneer ik hem uitstoot, stoot ik ongeveer naar mijn sleutelbeen. Dus ietsjes lager. En boom. In de vlog van gisteren heb ik ook al verteld dat je niet helemaal in een rechte lijn moet pressen, maar in een soort van J-vorm. En dat is nog belangrijker bij deze incline bench press, want wanneer je dat doet, dan spant echt de bovenkant borst aan. Als je al een beetje borstspieren hebt, dan voel je dat ook gewoon. Als je hier je arm naartoe brengt, dan spant die aan. Mijn bovenborst heb ik vooral te danken aan overhead press, maar ook zeker aan de incline bench press. Nog 2 tips die ik bij deze oefening wil geven, want iemand reageerde bij de bankdrukvideo van Anthony, je bent 2 dingen vergeten. En dat was ademhaling en voetpositie. Ademhaling is zeker belangrijk. Wanneer je de stang laat zakken, wil je een goede hap lucht nemen. En halverwege of bovenin laat je pas je adem los. Dus, hoe ziet het eruit? Waarom je dit doet? Als je een goede hap lucht neemt, is je borstkas ook wat groter, voel je wat sterker. En als je goed uitblaast op het juiste moment, dan kan je ook het meeste kracht leveren. Dus als je al uitblaast terwijl je nog moet pressen, ben je gewoon ietsje slapper. Dus die tip kan zeker meewerken. En voetpositie, ja, ik kan het er heel lang over hebben. Voeten in de lucht ben je gewoon minder sterk bij het benchen. In principe, zet ze lekker op de grond. En ook gewoon een beetje in een strakke positie. Dus laten we even zien. Niet zo, liever iets achter de knie. En dan nog de vraag, zet je je hakken wel of niet op de grond? Dit is toch wel een beetje persoonlijk. Ik ben toen begonnen met op mijn tenen en de laatste tijd zet ik wel mijn hakken op de grond. Dus dit vind ik wat meer een persoonlijk ding. De een zegt van ja, dit is beter. Doe gewoon wat jij fijn vindt, maar zorg wel voor een beetje spanning. Want als je je voeten goed neerzet, dan kan je ook wat meer die holle rug creëren. En een beetje holling is goed, zoals ik in die video zei. Dat was het incline bankdrukken. Laten we doorgaan naar de dumbbell press plat. Yes, het was even zoeken naar de dumbbells hier. Bij deze oefening heb ik een tip voor veiligheid. Het is niet een must, maar het is voor beginners echt een aanrader. Als jij je elleboog te hoog trekt, dan heb je kans dat je een blessure krijgt. Dan komt er heel veel druk op je schouder te staan. Het is niet een gezonde, sterke positie voor je schouder. Dan komt er een shoulder impingement blessure. Dus je wilt je elleboog in principe altijd in je zij trekken. En als je daarop wilt letten, draai dan de dumbbell een klein beetje in onderin de oefening. Dus laten we dat even laten zien. Wanneer ik mijn zak, roteer ik de dumbbell een beetje naar binnen. Dit hoeft niet. Dit is neutrale houding. Dit is goed genoeg. Boom. En bam. Verder weinig te vertellen over deze oefening. Misschien 3 tips hoe je begint met deze oefening als je wat zwaardere dumbbells hebt. Want anders kan je ze gewoon curlen naar je positie toe. Maar in principe, je houdt ze of dichtbij en je gaat gewoon liggen. En je hebt ze gelijk hier. Dat ik ook wel eens gebruik, leg ik ze op de rand van mijn knie. Ga ik omhoog. En op. Bij de ene begin je bovenin en bij de andere begin je onderin. De meeste mensen zijn het sterkst als ze gelijk kunnen beginnen met het excentrische gedeelte. Mooi woord voor het zakgedeelte. Genoeg bench press. We gaan door naar de volgende compound en dat is de chest dip. Deze oefening is wel denk ik de gevaarlijkste oefeningen van alle 5 van vandaag. Dus let goed op. Of doe hem nog niet. Want sommige mensen hebben nog niet de kracht of nog niet de techniek. En dan moet je misschien eerst even de kracht opbouwen. Maar toch is het goed om alvast wat tips mee te krijgen. Als eerst, je hebt een chest dip en je hebt wat meer een tricep dip. Het verschil zit hem vooral in dus de spiergroepen. Bij de tricep dip focus je vooral op de achterkant van je arm, je tricep. En bij de chest dip wil je zoveel mogelijk borst gebruiken. En dan ben je ook vaak sterker. Meer spiergroepen is meer kracht. Wij doen natuurlijk de chest dip, want dit is een 5 borst oefening video. We pakken hem helemaal aan het uiteinde vast. En je mag een beetje voorover kantelen wanneer je deze oefening doet. En de ellebogen mogen naar buiten. Dat is vooral het verschil. Doe je je ellebogen smal langs je zij, is het vooral tricep. Gaan ze wat meer naar buiten. Net zoals bij het bankdrukken, dan maak je er wat meer een borstoefening van. Dat is ook hetzelfde bij het bankdrukken. Als je een close grip doet met de ellebogen langs de zij of een push-up met je ellebogen langs de zij, meer triceps. Genoeg verteld, ik ga hem even voordoen. Het belangrijkste is,
niet in je nek gaan hangen. Heel veel mensen beginnen deze al zo, met de schouders naar voren. Boom, op een sterke positie. Je trekt je schouderbladen laag, borst naar voren. Je kan je knieën buigen, een beetje voorover kantelen. Rustig zakken is belangrijk bij deze. Ongeveer 90 graden halen is genoeg. Iets dieper mag ook als je dat fijn vindt. En weer omhoog. Wat ik ook wel eens bij deze oefening doe, is niet helemaal strekken. Want ja, dan hou ik de spanning op mijn borst. Ik vind het zelf ook fijn om met mijn hoofd een beetje naar voren te gaan. En dan weet ik ook precies welke diepte ik aanhoud, zodat je jezelf niet verrast met ene keer diep, de ene keer niet diep. En wat ik ook nog wel eens fijn vind van deze, is een anderhalve rep. Wat ik kan doen, een halve, hop, hop, half, hop. Dus nog een keer, half, half, op. Dat is echt een leuke techniek om even één keer de spanning op de borst te houden en daarna wel weer die strekking op te zoeken. Eigenlijk heb ik hem nu al behandeld. Gaan we door naar die isolations. En bij de isolation voor de borst ga je eigenlijk altijd wel naar een fly beweging. Oefening 4 is de flies met de kabel. Hierna doen we de machine fly. En je kan ook natuurlijk een dumbbell fly doen, maar die heeft geen spanning bovenin. En dat vind ik toch wel erg belangrijk bij de fly. En dat heb je wel met kabels en dat heb je ook met de machine. Ik laat hem even snel zien, want hij is eigenlijk bezet. Wat te doen? We zorgen al dat we een beetje naar voren staan voor spanning. Schouders naar achter. En armen naar elkaar toe brengen. Je hoeft niet per se helemaal te sluiten als je het fijn vindt wel. Want dit is al in principe goed genoeg om die borst goed aan te spannen. Ik heb nog een extra trucje. En dat kan niet bij de machine fly, dat kan niet bij de dumbbell fly. Maar wel met de kabels. En dat is, als je zakt, naar voren leunen en als je de armen naar elkaar toe brengt, naar achter. Boom. Ik heb de kabels op stand 10 gezet. Dat vind ik een fijne hoogte. Je kan hem ook op je knieën doen. Hier ook weer hetzelfde. Naar voren leunen. Boom. Naar achter leunen. Op deze manier kan je veel beter de borst voelen. En zorg dat de beweging een beetje uit voorwaarts en naar achter leunen is. Hop. Boom. Je mag hem ook hoger instellen. Je mag hem ook vanaf beneden naar boven doen. Ik ben er zelf niet zo heel fan van. Maar ze zeggen dat je hiermee wel goed je bovenborst aanspant. En hier ook weer, zorg zoveel mogelijk dat die schouders naar achter blijven. En je kan in principe ook weer een beetje naar achter leunen. En naar voren leunen. Dus hoogte heeft te maken met jouw voorkeur of aan welke spier jij wil werken. Maar de fly is echt apart, omdat je er zelf in kan leunen. Echt heerlijk. Voeg dat toe, die kleine momentum. En dan borst gains. We gaan door. De laatste oefening. We beginnen met het stoeltje opzetten. Want als jij wat lager zit, dan kom je heel vaak hier uit. En het is moeilijker om goed je borst aan te spannen met je armen hoog. Dus als je je armen wat lager zet, tover ik mijn borst naar voren. En dat is belangrijk, want dit is natuurlijk een isolation oefening alleen voor je borst. En we willen zo min mogelijk schouder gebruiken en zo min mogelijk nekspier bij deze oefening. Dan de volgende instelling is dit. Ik twijfel altijd een beetje tussen de stand 4-1. Ik doe hem op stand 1, want bij Adeline X, een kanaal waar ik erg fan van ben, zegt hij ook heel vaak dat je bij de fly toch niet een hele stretch moet opzoeken. Ook al heb ik de lenigheid wel, is het misschien beter van niet. Een fout die ook veel mensen maken is dat ze alleen maar focussen op de contractie. Maar een beetje stretch is zeker belangrijk bij de fly. Maar een mega grote range of motion is eigenlijk gewoon niet nodig. Iets wat bij deze oefening heel erg apart is, is hoe ik ga zitten. Ik zit op het randje van mijn stoel, met echt een holle rug. Schouders goed naar achter. Ik pak hem dus best wel laag. Ga mijn borst naar voren. Hoofd zo neutraal. En ik breng de elleboog naar elkaar toe. Hier ook weer. Dit is in principe niet nodig. Wat er vaak gebeurt bij heel veel mensen met die laatste beetje range of motion, is dat hun schouder naar voren gaat. Omdat het gewoon niet een hele natuurlijke range of motion is. Dus als jij hier wil stoppen, prima. Hier spant je borst ook wel aan. Toch voel ik hem zelf iets verder beter. Maar er zit bij mij haast geen verschil of ik hem hierheen breng of hier. Probeer dat voor jezelf uit en herken je valkuil. Ben jij iemand die zijn schouder op het einde naar voren trekt? Don't do it. Is niet nodig. Dus wees daar bewust van met bepaalde oefeningen. Zoals bij deze fly. Nou, het gewicht klopte nog niet. 32. Ik ben wel iets sterker dan dat. Ja. Oké. Dus een randje. Mijn bovenrug tegen het bankje. Onderrug hoeft dus niet. Hier vind ik al genoeg. Dus ook al heb ik hem stand 1. Ik ga niet verder zakken dan hier. Als je het vanaf de zijkant ziet, zie je dat mijn elleboog op dezelfde lijn zit als mijn schouder. Dus dit is niet nodig. Hier is nog te kort. Hier is in principe de ideale stretch. En dan boom. Ik ben in een zak. Hier is prima. Hop, schouders naar achter. Boom. Eigenlijk heb ik niet veel meer te zeggen dan dit. Hier ook misschien weer uitblazen. Tempo. Misschien eens een keer proberen om slomer te zakken. Want echt, hier moet je het gewicht nog wat laag zetten. Ik zie mensen deze echt op 86 kilo doen of 100 kilo. Jullie doen hem te veel met je schouders. Probeer hem op deze manier. Ik doe hem meestal tussen de 59 kilo en tussen de 106 kilo. En dan hou ik nog steeds mijn borst naar voren. Deze oefening, een beetje je ego aan de kant gooien. Niemand let erop hoeveel je doet. Het gaat om die groei, toch?
Deze oefening doe je ook niet per se voor kracht. Dus ik ben heel erg fan van de machine fly. Cables is ook helemaal prima. Dumbbells mag ook. Alleen als je daar ligt, zit je hier constant te rusten. Als je dan de dumbbell flies doet, zorg dat je dan ook de spanning er een beetje ophoudt. En dat je niet te lang bovenin aan het rusten bent. Dat waren de tips voor de flies. Dat waren deze 5 oefeningen. Voeg eentje toe in jouw schema. Hopelijk had je wat aan de uitleg. Laat even weten met jullie like voor deze dagelijkse content. En wil je wat meer? Wil je een schema op maat? Contact me. Linkje staat in de beschrijving. Dat was hem. Abonneer als je nieuw bent. En ik zie jullie graag morgen op mijn kanaal.